poolwedstrijd nummer 3 voor PSV onder 19 op het Ottercup toernooi. Was de wedstrijd tegen Anderlecht. En die wedstrijd kon alle kanten op. Iedereen in de pool kon nog doorgaan naar de kwartfinales, maar ook nog laatste worden. Dus het was een wedstrijd waar veel van afhing. Anderlecht 2 wedstrijden verloren. PSV 1 gewonnen, 1 verloren. En dus zijn de Belgen gebrand om die wedstrijd te winnen. Om door te gaan naar de kwartfinales. Dus in het begin voor de Belgen is geweldig. Clément Petit. Eerst probeerde hij bij de voorzet. Uiteindelijk weer terug voor zijn voeten. En dan kan Abels, die op de grond ligt, en ook Van Os er niet meer bij. 1-0 dus voor Anderlecht. En op dat moment staat Barcelona met 1-0 voor. Is PSV wel nog geplaatst voor de halve finales. Maar de wedstrijd is nog lang. En hier is Lauwersen, leg terug. En daar had toch meer in gezeten. Spanning ook. Iedereen op en neer lopend van veld 1 naar het hoofdveld. Barcelona en de Japanners op veld 1. En Konings is na de rust ingevallen bij PSV onder 19. En hij geeft de ploeg veel meer duidelijkheid. 1-1. En heel wat meer ademruimte voor PSV onder 19. Het team van de nieuwe trainer Geert Brusselers. Miles Vilar, de keeper van Anderlecht. Hij dus verschalkt door Konings. Dan een beetje duwen trekken, zoals altijd bij een vrije trap. Anderlecht met de bal voor. En daar is Hannes Delcroix. En hij schiet de Belgen weer op 2-1. En zo gaat die wedstrijd op en neer. Nog altijd PSV met deze stand door naar de halve finale. Maar er is overleg op de bank. Wat gaan we doen? Hoe gaan we deze wedstrijd weer onder controle krijgen? De lange bal van Los op Konings. Zijn tegenstander een kop groter. Maar het kopduel wordt gewonnen door Konings. 1 man, 2 man. Nou, tweede paal. Groeneveld gaat erin. Ja, via Arnoud Groeneveld zou je zeggen. Maar ach, wat maakt het uit. 2-2. En dus is PSV door naar de halve finales van het Ottercup toernooi. Konings in de rust ingevallen voor Dani van der Moot. Zeer belangrijk. Alle credits voor hem bij deze goal. En hij, Miles Vilar, hij baalt natuurlijk. 1 goal extra had zijn ploeg in de halve finales gebracht. Maar PSV speelt gelijk en gaat dus door. En zo is het dus een hele mooie zaterdag geworden voor PSV onder 19.